Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Arne hier en vandaag zoek ik een gun game. Dat was de challenge van The Dirt Skills ofzo. Ik weet het niet precies, maar er was nog iemand die wou die challenge ook zien. En dat was een gun game van onder de 4 minuten winnen. Dus dat ga ik nu proberen te doen. Hopelijk krijg ik een goede gun game lobby. Zo te zien is dit nog vrij weinig, dus ik ga even snel op zoek naar een ander. Maar ja, hoop natuurlijk dat ik hem onder de 4 minuten win. En nou ja, als ik hem 104 minuten wil winnen, dan moet ik natuurlijk wel een redelijk goed cadeau hebben. En of geluk hebben, of gewoon pro spelen. We hebben in ieder geval een potje gevonden nu. Cargo, Port of Singapore. Hoop dat hij niet te lang bezig is. Ja, dat is hij wel. Hij is al extreem lang bezig, maar toch gaan wij het proberen. Onder de 4 minuten winnen. Ook al join ik heel erg laat. Dat is kill 1. En we moeten echt hard gaan als we dit willen winnen. In ieder geval schiet het nu nog niet echt op. Oh. Jou hebben we. Jou ook. En wel gelijk dood. Maar in ieder geval ben ik voorbij die executioner. En hem een hitmarker bezorgd. Maar die zou ik wel niet kunnen pakken. Hier loopt er wel ergens eentje. Die gaat hierheen. Ik heb hem. M1216. Een klote wapen. Hierboven staat iemand. Kijken wat hij gaat doen. Nou ja, we gaan hem gewoon proberen te backrapen. Gelukt. En dan zie ik al wel dat er hier nog eentje aan zit te komen, of niet? Oh, er spant er daar zelfs eentje. Nou ja, hij spant daar in ieder geval. En ik ga nu niet goed. 5-2. En ik moet echt even wat lekkerder spelen als ik dit echt wil winnen. Daar had ik geluk, hitmarketje. Scorpion. Weer een kill binnen. Hierachter loopt er in ieder geval eentje. Jawel, en er liep er nog eentje. Gewoon opwachten. Hij komt wel terug. Jawel. En hem hebben we ook. En dan hebben we in ieder geval nu de SMR. En hem hebben we ook al. Gaan we dit nog winnen? Zou er een migrating host. Zou er een reële kans zijn dat we dit zouden kunnen winnen? Dat zou wel echt enorm episch zijn. In ieder geval is het verschil nu nog maar 4 punten. Dus ja, dat gaat zeker wel lekker. Wow. Lucky. Echt geluk dat we hem hadden. Of het is me gewoon gegund vandaag. Hem hebben we. En dan hebben we een snipertje. Sprayen en die hebben we gewoon. En ja, dat gaat echt wel even episch. Hoe hebben we hem nou weer? Nou ja, wegwezen hier zo. Uh-oh. Nou ja, het verschilt nog maar 2 punten. Ik speel 15-3. Oh, jammer dat ik hem miste. Komt hij hier aan? Nee. Oké, hem hebben we in ieder geval. En dan hebben we daar nog iemand. En die hebben we ook gewoon gelijk. Hem hebben we ook al. Wauw, en we staan momenteel al gewoon een kill voor. Dus ik heb een goed gevoel dat dit gewoon gaat lukken. Als ik nou even nog een beetje geluk heb met de crossbow. Kan ik het tenminste nog een beetje verpesten op de... Hoe heet dat ding? Uh-oh. En dan kan ik het tenminste nog een beetje verpesten op de... Hoe heet dat ding nou joh? Op de knife dinges. Ik weet even niet meer hoe die heet. Oh ja, yeah, hem hebben we. Maar we zijn ook gelijk dood. Maar ja, dat boeit niet. Nog 1 punt. En we moeten hem winnen. We moeten hem winnen. Ik ga gewoon voor een gay kill. Als ik maar een kill heb. Maakt me niet uit wat voor een kill het is. Zolang ik maar een kill heb en dit win. We staan met z'n tweeën op dit aantal. En... Nee. 19-6. 19-6. En ik weet niet hoe lang we in dit potje waren, maar het was zeker niet lang. Volgens mij was het ergens rond de 3 minuten of zo. Maar goed, ik ga hier nog een potje in blijven, want dat moet lukken. We zitten nu pas op de 5 minuten. En in principe
Nou ja, in principe kan ik hier makkelijk een video van maken van 10 minuten. Dan hebben jullie tenminste wat langer om naar te kijken. Maar goed, als jullie het zien, ik heb net een 10 killstreak gehaald gewoon. Met mijn dingen. Een 10 killstreak. En ja, dat is gewoon super natuurlijk. Maar ja, we gaan nog een potje doen. Want ik vind niet echt dat dit net eerlijk was. Aangezien ik laat joinde en de nummer 1 gewoon op 110 punten stond al. Was wel mooi geweest, maar ik vind het nog steeds niet eerlijk. Dus ik ga hem nu alsnog proberen. Ik vond eigenlijk, ja, dat deel van net, dat moet ik er gewoon inhouden. Dat is gewoon te mooi. En dan ga ik het nu voor een eerlijke kans proberen. Maar dat was wel eventjes heel slecht van die nummer 1 nu. Want ik stond 110 punten achter. Dat zijn 11 wapens. En ik heb hem gewoon ingehaald. En uiteindelijk niet gewonnen. Maar ja, weet je. Je kan niet alles hebben. Maar nu ga ik het alsnog proberen voor een eerlijke kans. En trouwens, laat jullie duimpjes weer... laat jullie duimpjes gewoon achter. Ik weet niet of ik het vermeld heb, maar dit is een nieuwe. Jullie zeggen ik probeer, dat zal ik vast wel gezegd hebben. Maar de vorige keer, de 475 duimpjes, die hadden we heel snel behaald. Dus zullen we nu voor de 525 duimpjes omhoog gaan? Dat zou echt super zijn, jongens. En dat helpt mij ook. McShotty, die heeft er ook een commentary over gemaakt. Nou ja, niet speciaal eraan gewijd. Maar die zei ook van ja, ik zie gewoon dat die likes enorm helpen. En het is ook gewoon zo, likes helpen echt enorm veel. Dus keep up the good work. Ik zie in ieder geval dat er daar eentje spant. Die gaat gelijk hierheen. En we hebben hem gebackgrepen niet echt. Maar gewoon in zijn rug geschoten. Ik denk dat hij AFK staat. En ik ga eventjes hier tussendoor. Want ik vertrouw het niet helemaal. Hier komt er eentje. Jawel. Lekker dan. Dit gaat zeker wel lekker. En nu weet ik even niet waar die is. In ieder geval is er hier boven iemand. Dus die gaan we backrepen. Hebben we de M1216. En die hebben we ook. Oké. En nu is het even uitkijken waar ze spannen. Ja, daar spant er eentje. Die spans zijn echt gevaarlijk. Vooral in zulke games. Want zulke games zijn gewoon free-for-all. Dus kunnen gewoon overal spannen naast je. En iedereen is gewoon natuurlijk een vijand. En nu is het eventjes kijken, waar gaan we heen? Daarachter hadden we er eentje. Nu spant er daar ergens achter eentje, of niet? Volgens mij is dit de AFK-gozer. Nee, hij bewoog. Dus ik had hem nog op tijd. Dan gaan we terugsteken naar dit deel. Hopen dat er nu niemand in mijn rug spant. En hier loopt er ergens eentje. Ah, en in mijn rug. Nou ja, ik had in ieder geval 10 killstreak. En toen werd ik in mijn rug gepakt. Nou ja. Wauw, dit was heel slecht van mij. Maar goed, in ieder geval hebben we hem. En dan pakken we die. Want daar werd die kerel net gekild, helaas. Volgens mij zit hij... Uh-oh. Ja, dat verwacht ik al. Nou ja, ik sta alsnog gewoon 4 kills voor... Dus dat, dat moet gewoon geen probleem zijn. Alleen ik moet hem nog gewoon binnen de benodigde tijd winnen. En ik zou niet weten op hoeveel tijd we zitten. Ik hoop in ieder geval dat het snel genoeg is. Ik ga er vanuit van wel 13 om 3. Als je 13 om 3 staat, dan is het meestal wel gewoon goed qua tijd. En nu is het even oppassen. Ik denk dat er hier links eentje aankomt. Hij zit daar gewoon bovenin te campen. Wow, quickscope to the face. Nou ja, het was niet echt een headshot of zo, maar goed. Het was wel Onich. Hem hebben we ook. Uh-oh. We hebben hem in ieder geval. We hebben hem in ieder geval. En die hebben we ook gewoon. Gaat super heerlijk dit. Oh, en hij spande daar. Jammer. Maar goed, we staan gewoon 6 kills voor. Dus dit moet geen probleem opleveren. Terwijl we hem ook gewoon hebben. En dan gaan we voor de final killcam. En dan gaat hij daar zo achter staan. Nou ja, je kan niet alles hebben. Oh, jongens. En dan spannen we weer achter hem. Alleen het is lastig met de ballistic knife om zo van afstand te schieten. Dat is gewoon lastig. En
Ja, vooral gewoon van een lange afstand is dat... Oh! Nou, dat... ik wou zeggen van een lange afstand is dat lastig, maar... Dit ziet er toch niet echt heel erg lastig uit, als ik het zo bekijk. Ik weet niet of het onder de 4 minuten is. Ik heb niet getimed wanneer ik precies begon. We zitten nu rond de 10 minuten, dus ik verwacht dat het wel rond de 4 minuten is. Maar ja, dan zal ik even terug moeten kijken. Dan zal ik wel even kijken wanneer het potje begint en wanneer ik mijn eerste kill maak. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken. 525 duimpjes omhoog, daar gaan we voor. Bedankt voor het kijken en adieu.